Kijkers van Dus David Kraft, welkom bij een nieuwe God Survival. En holy shit, wat is er aan de hand met mijn achtergrond? Het is gewoon, het is een muur. Het is niet echt. Het is niet alsof ik in een grote ruimte van niks ben. En ik heb dit net gedaan. Dat betekent dat, ik ga ook weer even wissen trouwens hoor. Nou, gewoon Minecraft yo. Dit blijft niet zo. Ik ga bezig met een goede setup. Ik ga bezig met een fijn uiterlijk. Oh ja, trouwens, dit hebben jullie heel goed gezien. Nu moet ik even wegflikkeren. Toen ik met, schijnbaar staat de cheat mode aan. Zie je, dat krijg ik niet. Dat is bullshit. Ik weet niet hoe je dat uitzet, maar ik moet er een beetje goed mee oppassen. Jullie kennen mij, ik ga niet hier items over incheaten. Zo, die zijn weg. Ja, oké, epic. En we gingen dit hakken. En vervolgens gingen we volgens mij ook nog eens een keer omhoog proberen te komen. Want ik ben wel benieuwd wat het is. Misschien is het wel een rechte weg naar iets heel moois. Ik hoor een beestje en daar word ik niet vrolijk van. Zit die? Ja, waar dan? Ja, precies. Oh. Fakkeltjes erbij. Dus het is allemaal tijdelijk, jongens. Wat jullie nu zien, hoe het eruit ziet, is wel tijdelijk. Maar, ja. Ik wou jullie toch laten zien. Ik ga even, denk ik, gauw de gevaarlijke lava trotseren. Want ik wil wel kijken of hier nog meer van die prachtige, mooie, dure... Jongen, edelstenen liggen. Ik zei toch dat het hier een keer zou komen? Oh god. En natuurlijk wordt het hier verpest door die stomme skeletons. Ja, precies. Jij ook even in het... Ja, ja. Goed plan. Mooi man. Ik zei toch dat het een keer zou gaan gebeuren hier. En warempel. Als je maar lang genoeg hier beneden rondloopt, vinden we vanzelf diamonds. Zo. Ja, nee, wat ik net al zei. Het is een soort tijdelijke setup. Ik ben er nog niet helemaal uit wat ik precies wil gaan doen. Ik weet niet precies waar ik alles wil... Het is hier zo fucking hoog, gek. Waar ik alles wil gaan doen. En nu even opletten. Nu even goed voorzichtig. Even kijken hoor. Oeh, die willen we ook. Hé, hey, maar misschien hè, kunnen we dus met... het iron laten we lekker liggen. Ik weet niet waar je zit, vriend. Die zo herrie maakt, maar ik hoor je wel. En... Die hakken. Ik wou net zeggen. Hoppakee. Maar deze hakken. Oh. Yes. En nou deze. Diamonds met diamonds hakken. Het is alsof je... Alsof je iemands broertje... Doodslaat met... met de knuffelbeer van je zus. Snap je? Ik ook niet. Maar we hebben best wel veel spulletjes. En ik denk... Oh my god. Ik wil zo graag overal kijken. Ik ga gewoon overal kijken. Het boeit me helemaal niks. Maar laten we ondertussen... Terwijl we toch even bezig zijn. Laat gerust weten... Of je het helemaal drie keer niks vindt. Of je zoiets hebt van... Nou, dit zie ik wel zitten. Als het een beetje beter is geworden, zeg maar. Het is dus nu heel erg donker, hè. Het contrast staat heel erg hoog. Maar misschien vind je het wel super, 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 super fijn zitten en kijken. Nou ja, dan hebben wij een deal. Dan ben jij mijn beste vriend, want ik vind het zelf ook wel chill. Maar nogmaals, er komen nog een aantal wijzigingen. En gaan we hieruit. En kijken of er nog meer diamonds zijn. Hup, hup. Misschien daar. Nee, ik zie wel goud. Dat is ook leuk. Ik weet niet wat dit nou opgeschoten heeft, eerlijk gezegd. Het idee was leuk. Laten we daarop houden. En zo kunnen... Oh! Zo gaat de lava toch stoppen? Haha! Die moeten we ook nog hebben. Moeten we naar de overkant. Stop eens met vloeien, vriend. Goed zo. Auw. We gaan hierheen. Meer diamonds, dat zou echt super, 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 super chill zijn. Wow, die is er even. En nog meer diamonds. This could be my lucky day, yes sir. Dit is zeker mijn lucky day. We gaan even wat, we gaan pickaxe even opmaken, denk ik. Deze moet elk moment kapot gaan, denk ik. Hey! Zien jullie dat? Oh my god. Het is echt mijn lucky day. Als deze pickaxe ook gewoon elk ander dingetje kapot kunnen maken, dat zou zo chill zijn. Oh my god.
Maar eerst... Oh. Hi. Wat een saaie druif. Peter komt hier even naar beneden. Hey. Het is wel zielig. Hij kan geen kant op. Maar het boeit me niks. Oké, we gaan dit even hakken. Kan gewoon met iron natuurlijk. Hebben. Oh my god, zoveel diamonds. Moet je kijken. Dit hadden we nodig. Tenminste, ik denk dat ik diamonds nodig heb voor deze... Oh my god, het is een vleermuis! Ik werd bijna aangevallen. Vleermuisaanval gaat bijna fout. En toen net niet. Zo. Oké, volgens mij... Ik vind het een mooi grotje. En ik denk bijna zeker. Is dat een woord? Ik denk zeker. Oh my god, ik kan daar niet... Doet het pijn? Doet het damage of zo? Nee. Wat is dat dan voor iets? Voor een rare bug, man. Oké, we gaan omhoog. Juist! We willen golden apples. Komt u maar. Diamonds heb je dus nodig voor sommige resources en voor obsidian. Toch? Meer niet. Nee. Dat is het. We zetten even de koppel. Nee. Nee. Oh, hier is de koppel. Oké. Got it. Roger Dodger. En het loopt hier hartstikke dood. Maar het loopt hier niet dood. Nee, dat werkt niet. Voordat we deze hebben. Bedankt. Nou, laten we hier gewoon op de snelle manier uitgaan. Dus dat is dan door omhoog te hakken meestal. Hebben we wel eerst wat... tering dingen, joh. Ik word er helemaal zat van. Oké. We gaan even wat koppel hakken. En als de koppel gehakt is, dan weten jullie wel hoe laat het is. Dan is de patatboer, die komt maandagsmiddags altijd bij de schoolplein langs. En die rinkelt dan even. Iedereen wil een patatje mayo. En dat komt alleen maar omdat de kobbel er is. Kobbel. Weet je, als ik een bedrijf zou noemen. Ik heb er nu al pech van. Pech? Ja, ik heb natuurlijk gewoon een bedrijf. Dat is elke YouTuber. Met een beetje views en een beetje abonnees. En ik heb er wel een beetje... ik vind het jammer dat ik het dus David heb genoemd of zo. Weet je? Ik had het liever kobbel genoemd of zo. Dan had iedereen zoiets van, wat voor iets? En dan voel ik me helemaal cool. Oké, hier gaan we omhoog. En let's go. Wacht even, hoe hoog zitten we? 27. We moeten echt nog een tering eind omhoog. Maakt niet uit. We hebben diamonds. Ja, dit maakt ook niet uit wat ik al... voor de zorgmaatschappen... Maatschappregelen, wat is dat? Moet er geen lava komen trouwens, dan heb ik een probleem. En we gaan omhoog, en we gaan omhoog. Oké, dat duurt even jongens. Sorry, het duurt even, maar we komen er uiteindelijk wel uit. Vinden jullie dat ook zo irritant dat je de weg niet meer terug kan vinden? Dat je dan zoiets hebt van, ah, fuck it. Ik ga dan wel gewoon recht omhoog. Nou, dat ben ik dus nu aan het doen. Ik heb echt oprecht geen flauw idee hoe ik terug zou moeten komen, al zou ik het willen. Ik heb nog helemaal niet gevraagd over de likes, holy shit. En ik ben het tegelijk aan het opnemen, terwijl ik de giveaway video ook al gedaan heb. Dus ik kan nog niet vertellen wie er gewonnen heeft. Ik denk dat ik het gewoon lekker via Twitter doe. En heel misschien via Instagram. Mocht je mij daar nog niet volgen, dat kun je gewoon vinden. Ik heet op Twitter, heet ik dus David. En ik heet op Instagram, dus David. Dat is best wel makkelijk, het is allebei hetzelfde. Weet je wat ik nu pas zie? Ik druk elke keer F3 in. Dat is echt zo dom. En waarschijnlijk hebben jullie het al 100 keer gezegd, maar... Oh god, ik hoor lava. Blablabla. Moet je eens kijken hoe snel ik zometeen naar beneden kan rennen. Als er zometeen lava naar beneden kon stromen. Dat wil je niet weten. Maar je ziet die coördinaten. Zie je gewoon rechtsboven. Zie je dat? Ik ben echt dom. Zeggen jullie? Wat zeggen jullie dan? Nee hoor David, dat valt wel mee. Dat hadden wij ook nog niet gezien. En ik zei, oh gelukkig. Ik ben niet zo dom als ik dacht. En wat jullie dan vervolgens echt denken. Hey, dat moeten jullie lekker zelf weten. Ah, zie je wel, ik wist het. Ik kom van het stilstand. Op zich is het wel een chille plek om een keer terug te komen. Maar het belangrijkste van vandaag, wat we geleerd hebben met z'n allen. In deze mod zitten wel degelijk... Oeh, zijn we al boven? Ja, joh. Voor mij zijn we bijna boven. Hallo, wereld. Ik ken het hier. Daar is mijn huis. Ah. Oké, hier gaan we een soort van totempaal neerzetten. Ik moet ook als een tiet moet ik eten, volgens mij. Deze.
Hoe doen we dat? Wat eten we nog meer? We hebben nog cooked fish. Oh, we hebben nog cooked fish. De hunger is nog steeds niet voorbij. Shit. Rauwvis. Nee, doen we niet. We zetten hier een totempaal neer. Zo van, hé, hier kun je naar beneden. Is een mooie plek. Veel loot. En dan komt het helemaal goed. Het loot goed. Oh ja, ik heb nog iets geleerd, hè. Dat zag ik toevallig bij de recipes. Daarvoor moeten we even deze motherfuckers doodslaan. Want die zitten zo te piepen. Wie doet dat? Ik vind het scheid vervelend. Oh, ben jij dat? Maakt een squid zo'n geluid? Nee. Nee, toch? Hoeveel hebben we er? 9. Perfect! Maakt een squid zo'n geluid? Wat is dat voor bullshit? Oh my god, squid. Ik pik het niet. Nee, want we kunnen volgens mij... Ik weet niet of ik strings heb. Ja, oké, die zat eraan te komen. Ik weet niet of ik strings hier in Minecraft... Ik weet niet of ik die draadjes heb. Even kijken. String. Ik heb heel veel, maar geen string. Dat is jammer, want dan hadden we leuke dingen bij... Ik zeg maar gewoon helemaal niks meer. Lijkt mij heel verstandig. Deze gaan we eventjes... we gaan even overmaken. Goed plan. Nee. Oh my god. Oh my god. Zo. Hoeveel ovens willen we erbij? 3. Is het goed zo? Dit is goed zo. Oké. Dan gaan we deze toch nog even in de rommelbak stoppen. Want daar hebben we nu niks aan. Dit ook niet trouwens. Rommelbak, rommelbak. Rommel. Rommel. Oké. Zo. En deze. Nee. Zo. Een iron ore. Gravel mag wel weg. Andesiet mag weg. Dit mag weg. Dit mag weg. Cobblestone. Oké. En dan gaan we nu even een plaats voor de ovens maken. Een mooie plek. Ja, op zich. Nee. Ik doe ze hier. Sorry, plant. Maar ik vind jou stom. Zo. En jullie gaan. Zo. We hebben er 10 per oven. Dat is nog wel even voldoende, hoop ik. En dan kunnen we, als we willen, al onze meuk omsmelten. Moet jij eens kijken. Hoppakee. En jij gaat daarin. Oh my god, we hebben hellstone ingots. Wat kunnen we ermee? Kunnen we er een zwaard mee maken? Please, zeg dat we er een zwaard mee kunnen maken. Dat zou zo vet zijn. Ja, dit moet lukken. Dit moet lukken. Oké. Heb vertrouwen. Nee. Misschien zo? Ik heb het gedaan. Ik weet niet of het verstandig was. Oh, we kunnen wel even kijken. Oh my god, we kijken een andere keer. Ik wou kijken dus of die obsidian... Kom maar binnen. Oh, je kan niet naar binnen. Zo dan. Ook niet. Hé, wat vervelend nou. Voor jou. Ik ben hier. My god, die is blind. Komt hij nog? Hij komt helemaal niet. Jij wel. Maar ja, dit is een hellstone ding. Die doet ook damage, zoals je ziet. Komt hij nog? Hij komt gewoon niet. Wat ik wou testen. Oh my freaking god. Ga weg. Donder op. Schiet die cyborg maar even voor zijn hoofd. Epic! Het is dus een wapen tegelijk en... Oké, nou moet ik toch wel ergens... Kan ik die pijlen niet oppakken? Oh! Shit! Ik sla je met een... Mushroom. Juist, inderdaad. Mushrooms zijn super sterk in deze game, mocht je nog niet weten. Nou, Oké, ik heb schijnbaar een nieuwe pickaxe. Die leggen we even hierin. Ben ik best trots op. En met deze dingen konden we volgens mij dus ook een nieuwe... Maar kunnen we ook... Ik wil ze gewoon allemaal. Dus wat we gaan doen... Is dit. Right? Wat doet dit? Het zegt mij even helemaal niks. Maar we gaan ze gewoon af en toe een keer meenemen. En kon je nou met deze dingen ook... Oh ja, dat zijn die paarse. Die hebben we al. Dat is waardeloze armor, vriend. Dat kun je echt helemaal geen ene shit mee. Oké. We gaan nog even een keer kijken, ja? Dus we zoeken... hoe heet het nou? Sapphire. Sap. Holy shit.
Sapphire Sword. Recipe. Nee. Met een blok maak je ze. Oké. Okay. Nou, ik heb trouwens op ongeluk dat zwaard opgepakt. Die moet ik weer even in de lava dump of zo. Want die is niet van mij. Sorry. Ik weet niet hoe dat werkt, hoe je dat uitzet. Maar ik beloof jullie dat ik daar niet mee ga cheaten. Dus met blokken. Dat is wel even goed om te weten. Redden we dat? Dan redden we. En zo. En hop hop. 11 attack damage. Paf, 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 paf. Lekker. En hoe goed doet hij het? Ik kan hem 1500 keer gebruiken. Het is tijd om afscheid te nemen van mijn diamond zwaard. Want daar hebben we nu niet zo heel veel meer aan. Wat we wel even weg moeten leggen ook, zijn de diamonds natuurlijk. Deze mogen daarheen. Lapis. Ja, echt zeldzaam is het natuurlijk niet. Oh, kool. Epic. Doen we... waar is de kool? Hier. Dank u. Doen we de helft daarvan doen we daarbij. En hier mag nog wat bij. We hebben shadium. En we hebben dit. En we hebben dit. Oh, oké. Okay. Nou, dit begint... Oh, wacht. Doe het even goed. Als ik ga knippen in video's, dan gebeurt er in één keer dit. Zo! Nou, dat was leuk zeg. Nee, maar zonder grappen. Vergeet niet even een like te doen jongens. Morgen is er om 3 uur weer een nieuwe God Survival. Hier op DNC. Ik wil jullie heel erg bedanken. Sorry voor de rare belichting en de zwarte achtergrond. Ik bedoel daar helemaal niks mee. Ik vind Zwarte Piet ook leuk. Ik bedoel, het mag niet. Ik bedoel, we zijn er zo mee opgegroeid. Ik bedoel, het is racistisch. Ik weet het ook allemaal niet meer. Bedankt voor het kijken jongens. En tot de volgende keer. Later.